Hello guys, so I just um looked back at the video and I found out that it is pretty laggy in quite some parts. So sorry about that. I'm working on a new setup. But yeah, this video is a little bit shitty at some parts, unfortunately, and the next podcast as well, and the previous one. But I hope that you'll enjoy it anyway. Hello Iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van the slow Dutch podcast welcome to another episode of the slow Dutch podcast first I want to thank you for watching or listening to this just know that if you're listening to this on Spotify you might want to check out the podcast on YouTube because then you can read along everything with some kind of a yeah karaoke subtitles really with the word highlighted all the time also I wanted to tell you if you want to learn Dutch with me at well I have courses with Various levels, then you can have a course with me. That would be really fun. So, if you want to learn a lot in a short amount of time, in eight to nine weeks for a medium-paced course, or in a month for an intensive course, well, go to my website and check it out. Vandaag gaan we praten over Milan. Today, we're going to talk about Milan. We're going to do the fairy tale of Milan. It's a shortened version, and it's about A1, A2-ish level. And uh, as always, we're going through the story. I'm going to read it out loud, sentence by sentence, slowly in Dutch. Then we're going over it again. Then it's Dutch English, Dutch English, so with the translation for every sentence. And then we're going to go over the story one more time in Dutch, a little bit faster, but still slower than my normal speaking speed. So there we go. Daar gaan we. Er was eens een meisje in China genaamd Mulan. Er was eens is Once Upon a Time en genaamd is Named. Er was eens een meisje in China genaamd Mulan. Mulan is jong en haar vader is oud en ziek. Er is oorlog in het land met de hunnen. De keizer roept alle mannen op om te vechten tegen de vijand. So, you might have heard of splittable verbs. So, oproepen is a splittable verb. It uh, is a verb that consists of a verb part and a non verb part. And uh, often, when you use it, I'm, I will make a video about this some other time. But often, when you use them, they get split. En de non part is always emphasized, and even when you split them, the non-verb part is emphasized. Listen again. ben emphasizing op naturally. De keizer roept alle mannen op om te vechten tegen de vijand. Haar vader krijgt een oproep om te vechten in het leger. Mulan wil haar vader. Beschermen. Beschermen is een interessant woord, want een scherm is some kind of a screen, some kind of a shield, en beschermen is to shield. It is to protect. Ze is bang dat haar vader zal sterven in de oorlog. Mulan vindt haar leven ook saai. En ze wil avontuur. Ze doet iets dappers. Ze vermomt zich als een man. En ze gaat naar het leger in plaats van haar vader. In het leger ontmoet Mulan haar vrienden en een knappe kapitein. Li Sheng. Ze leert vechten en wordt sterk. Li Sheng is onder de indruk van haar moed en kracht. Onder de indruk is under the imprint. Is impressed. impressed Onder de indruk. Under the imprint. Under the pressure. Zo so impressed. Een kleine draak, Mushu, helpt haar. Hij is haar beschermer. De hunnen vallen China aan en het leger van Mulan vecht tegen hen. Mulan is slim, creatief en moedig. Moedig en dapper, they're pretty much the same thing. So they are uh, brave, courageous. Ze bedenkt een plan om de hunnen te stoppen. Het plan blijkt een succes. Mulan gaat terug naar huis als een heldin. Haar familie is gelukkig. De keizer en de mensen uit China respecteren haar. De waarheid over Mulan komt naar boven. En Li Shang realiseert dat hij van haar houdt. Hij bezoekt haar thuis om met haar te praten. Mulan is ook verliefd op Li Shang. Ze beginnen een leven samen. Mulan leert dat het belangrijk is om jezelf te zijn. Ze is trots op wat ze heeft gedaan. Ze heeft haar familie en haar land geholpen en haar ware liefde gevonden. Zij en Li Sheng leefden. Nog lang en gelukkig. Zij en Li Sheng leefden nog lang en gelukkig. yes, they lived happily ever after. Oké, okay. there were quite some difficult words in uh, this text actually. And quite some words that are not super easy to guess. Oké, okay, dat is English. Er was eens een meisje in China, genaamd Mulan. Once upon a time, there was a girl in China, named Mulan. Milan is jong en haar vader is oud en ziek. Milan is jong en haar vader is oud en ziek. Er is oorlog in het land met de Hunnen. There is war in the land with the Huns. De keizer roept alle mannen op om te vechten tegen de vijand. The emperor calls on all men to fight the enemy. Her vader krijgt een oproep om te vechten in het leger. Her father gets a call to fight in the army. Mulan wil haar vader beschermen. Mulan wants to protect her father. Willen, I know it looks like will as in future, but it means to want in Dutch, okay? Mulan will, she wants. She is bang dat haar vader zal sterven in de oorlog. She is afraid Her father will die in the war. Mulan vindt haar leven ook saai en ze wil avontuur. Mulan also finds her life boring, saai, and she wants adventure, avontuur. Ze doet iets dappers. She's doing something brave. Ze vermomt zich als een man. She disguises herself as a man. En ze gaat het leger in in plaats van haar vader. And she goes in the army instead of in plaats van haar vader. Instead of her father. In het leger ontmoet Mulan haar vrienden. En een knappe kapitein. Li Shang. In the army Mulan meets her friends and a handsome captain. Li Shang. Ze leert vechten en wordt sterk. She learns to fight and becomes strong. Li Shang is onder de indruk van haar moed en kracht. Li Shang is impressed by her courage and strength. Een kleine draak, Mushu, helpt haar. Hij is haar beschermer. Small dragon Mushu helps her. He is her protector. De Hunnen vallen China aan en het leger van Mulan Vecht tegen hen. The Huns are attacking China, and Mulan's army is fighting them. Mulan is slim, creatief en moedig. Mulan is, Mulan is smart, creative, and courageous. Ze bedenkt een plan om de Hunnen te stoppen. She devises a plan to stop the Huns. Het plan blijkt een succes. The plan turned out to be a success. Mulan gaat terug naar huis als heldin. Her family is gelukkig. Mulan returns home as a heroine. Her family is happy. The keizer and the mensen uit China respecteren her. The emperor and the people of China respect her. The waarheid over Mulan comes naar boven. and Li Shang realizes that he van her houdt. The truth about Mulan emerges. And Li Shang realises he loves her. The waarheid. Waar means true. and waarheid is like trueness, so truth. He bezoekt her thuis om met haar te praten. He visits her home to talk to her. Mulan is ook verliefd op Li Shang. Ze beginnen een leven samen. Mulan is also in love with Li Shang. They begin a life together. Mulan leert dat het belangrijk is om jezelf te zijn. Mulan learns that it is important to be yourself. Ze is trots op wat ze heeft gedaan. She is proud on what she has done. Ze heeft haar familie en haar land geholpen en haar bare liefde gevonden. She helped her family and her country and she found her true love. Zij en Li Shang leefden nog lang en gelukkig. She and Li Shang Li lived happily ever after. Now we're going to go over the story one more time, but a little bit faster and just in Dutch. Er was eens een meisje in China. Genaamd Mulan. Mulan is jong en haar vader is oud en ziek. Er is oorlog in het land met de hunnen. De keizer roept alle mannen op om te vechten tegen de vijand. Haar vader krijgt een oproep om te vechten in het leger. Mulan wil haar vader beschermen. Ze is bang dat haar vader zal sterven in de oorlog. Milan vindt haar leven ook saai en ze wil avontuur. Ze doet iets dappers. Ze vermomt zich als een man en ze gaat naar het leger in plaats van haar vader. In het leger ontmoet Milan haar vrienden en een knappe kapitein, Lee Shine. Ze leert vechten en wordt sterk. Li Shang is onder de indruk van haar moed en kracht. Een kleine draak, Mushu, helpt haar. Hij is haar beschermer. De Hunnen vallen China aan en het leger van Mulan vecht tegen hen. Mulan is slim, creatief en moedig. Ze bedenkt een plan om de hunnen te stoppen. Het plan blijkt een succes. Mulan gaat terug naar huis als heldin. Haar familie is gelukkig. De keizer en de mensen uit China respecteren haar. De waarheid over Mulan komt naar boven. En Li Sheng realiseert dat hij van haar houdt. Hij bezoekt haar thuis. Om met haar te praten. Mulan is ook verliefd op Shang. Ze beginnen een leven samen. Mulan leert dat het belangrijk is om jezelf te zijn. Ze is trots op wat ze heeft gedaan. Ze heeft haar familie en haar land geholpen en haar ware liefde gevonden. Zij en Shang leefden. Nog lang en gelukkig. So that was the story for today. Thank you so much for listening and I hope you will listen to the next one as well. Don't forget to subscribe and if you're interested in the course, well I teach them, I love teaching them, so go ahead and take a look on my website. Tot de volgende keer. See you next time. Doe!